Jongens, zing nog eens. Solid Casino. Zien we er al? Lekker man. Ja, dat hoop ik wel. Ik ben bijna wagenzieken. Ik ook. Ja, gaat er wel. Ik vind het heerlijk. Ik wil met helemaal een ster in een limousine. Ja, daar mag ze toch niet mee. Ja, superleuk. Ja, te gek. Dat was voor mij de eerste keer in een limousine. Dus dat was wel verder met mijn gemak te hebben. Met al wat ik leef, dood ik in het leven met mijn echte ding. Ja, in de limousine aankomen, dat is wel even wat anders dan op die oma fiets, zeg maar, naar het casino. Oh, hier is het. Nog niet nu. Maar ja, wat een goed gedaan, man. Kijk, zing nog eens op de gevel. Wauw. Jongens, ik heb er zin in. Kom, zingen. Wat is er nog één gedaan? Wat is dat? Wat ruiken? Of het knofje gin is. Kijk eens even, Boutin. Robert Bout is in kwaliteit, is vooral het praten, denk ik. Ja, Robert kumptoes op het podium. En ik had Robert echt gegund dat hij in zijn leven door ook voor had gekozen. Want als Amos in het theater moet leven, dan is het Robert Bouten. En ik zei hem ook altijd, het meisje gelukkig weren op het podium. En dat had ik hem echt gegund. Ja, ergens, ondanks het feit dat we elkaar niet zo heel dag zien, is er wel echt nog altijd zo dat link van 2004 uit de Venlose Revue. Dus dat is echt super speciaal. Ja, Kelly, dat moet ik zeggen, een streut. Nee, dat heeft een fantastische stem. Het is een musical zangeres, dus ik ben heel benieuwd naar wie het in het dialect ook klinkt en die liedjes gaat vertolken. Altijd hele goede kwaliteit met een fantastische uitstraling. Wat ik interessant vind voor Kelly is op dit moment is van wat gij het hebt met zien kennis, hè, zien vakkennis vanuit die musical. Wat gij het met die muziek doen? Wat gij het met die liedjes doen van Frans Boermans, van Giel Aerts, van Frans Polis? Wat gij het Kelly door mee doen? Dat vind ik spannend. Voor jou, Robert. Ik denk dat het lekker is. Ik denk echt dat het te gek is. Ja, is meer vertrouwen erop dat Stig het Kees verrassen zegt. Dat sowieso. Maar het ziet er kei zo. Ik had Tim Wal met de Leedjesovend op televisie gezien. En toen dacht ik, dikke monde huur, wat kan die goed zingen? Ik heb hem natuurlijk ook veel gehuurd als ik boete zo te wachten als mijn dochter les had. En dan zoet ik altijd met kippenvel op de arm als hij zo te zingen achter de piano. Ja, fantastisch. En zo jong nog ook. Tim is zo'n lekker, frisse, jonge jong die nog alles wil. Dus hij is ook de frontzanger van die herfsthanenband en dat duidt ook geweldig. En dan zie je me voorbij komen, dan zie ik een jazzstuk en dat duidt geweldig. Marieke heeft een tijd in een zanggroep gezeten die ik begeleid heb. En Marieke heeft wat zanglesjes, wat pianolesjes sporadisch bij mij gevolgd. Dus ik ken Marieke al een jaar of drie. Ik heb Marieke nog nooit eerder horen zingen. Ik heb een opname van hem gehuurd, een deedje. Dus het komt van het project van de kunstbende. Ik ben echt heel benieuwd hoor. Ja, dat kan heel hoog zingen overigens, heel hoog. Heel bereikbaar ook, dus ook wel heel emotioneel. Ja, veelbelovend talent, maar ook daarvan ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar als ze in het Engels schreef en van die kleine fragiele liedjes. Ja, wie klinkt ze dan als ze ineens hier met zo'n band steeds en in het dialect gaat zingen? Linda ken ik van vroeger. Ik geloof toen ik 9 of 10 was, de Venlose Revue gezien met Robert en Linda. En ik kan me dat nog wel heel goed herinneren. Ik heb toen de cd ook helemaal plat gedraaid in de auto. Dus zodra ik Linda haar stem hoorde, moest ik ook gelijk weer door aan denken. Haar motto is een beetje, volgens mij,
Limburgse liedjes recht uit het hart. En ja, ik vind dat een heel sterke zin, omdat dat gewoon wel echt eens wat terugkomt in hun muziek en in hun teksten. Het heeft al heel veel gedaan. Ja, heerlijke muziek, mooi, poëtisch ook, poëtische muziek. Jongens, op ook, hè? En, ja. En op tegen ook. En nee. Op Frans Pollex. Op Frans Pollex, maar zeker. En ik ben goed en van het onweer gevallen. Ze zeggen dat het boven, venloos stond. Ik had rockster willen leren in Amerika. Een Fender, een Neck en mondharmonica. Ik ken bijna geen creatievere man als Frans Pollex. Zo heb ik hem eigenlijk altijd al gekend. En dat is... Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Frans schrijft echt hele relateerbare teksten, maar op een hele soort poëtische manier. En dan huurt ze me kwijt, als ik alles vergeet, ik ben langs. Bij iedere track denk ik, hier is goed van Norgedag en er is er eigenlijk ook zelden een waarvan ik denk, oh ja, dit is dan vulling voor, omdat ze niks meer had voor op het album. Het is allemaal gewoon van hoogstond niveau. De combinatie woord en muziek, dat is bij hem zo een op een raak altijd. En doormaken zijn liedjes gewoon altijd een ijzersterke indruk. Bijvoorbeeld Houd Mij Zoals, dat kent natuurlijk iedereen. Maar dat zou je ook gewoon kunnen zeggen op die manier, in plaats van zingen. En dat mag, denk ik, wat zo goed is aan Frans, dat het zo puur en oprecht is. En niet zeg maar een moeie liedje om te huren, maar dat het ook echt binnenkomt. Zeg maar. Tot we lekker gaan zitten. Ik heb, zoals gezegd, we zien dus via een prachtig gebouw hier binnengekomen. Een casino-gebouw. Dat is ook wel licht opgevallen. Er zijn allemaal slimme mensen heen. En ja, dan kan natuurlijk ook het kansspel eigenlijk niet ontbreken. Ik heb hier 5 keertjes. En hier zitten 5 artiesten. Dus wellicht heb je enig idee wat de functie van dit keertje kan zien, van die 5 keertjes kan zien. Stond er geldbedragen op? Of wat? Dan wil ik als eerste. Ik was altijd meteen voor het geld. Nee, dit gaat alleen maar over muziek. Aha. Hier op deze keertjes stond namelijk aan de andere kant 5 feutekes. Dat zien ook feutekes. En jij bepaalt dus de volgorde van dit programma. En ik stel voor dat we met een dame beginnen. Marieke, dit moet je het eerste keertje trekken. Wat een eer. Oh, nou. Dat is zelf. Geweldig. Ja, Marie, ja, dat is. Dat is wel heel bijzonder als meteen ik zelf troetels. Ja. Daar komen we maar meteen beginnen. Want dit zit in Zingdagens van Oet de Kunstbende. Ja. Kun je ons eens vertellen, wat is dat nu, de Kunstbende? Ja, Kunstbende is een landelijke wedstrijd eigenlijk. En het is ook provinciaal. En het is eigenlijk een organisatie die bedoeld is om gewoon jongeren wat meer te maken te krijgen met cultuur. En dat ook een mogelijkheid krijgen dat ze dat ook kunnen lotsen aan mensen. Dick Sings? Ja, zeker. Maak zelf liedjes? Ja. Maar, dat is ook een componist, dat vindt ze volgens mij ook wel bijzonder. Frans Pollex, of zeker, niet? Zeker. Wat vindt ze van de muziek van Frans Pollex? Prachtig. Ja, die had super mooie teksten, vind ik. Ik vind echt een soort gedichten of zo. En dat, Want ik kom uit Horst. Oh, Zerum kom ik. Zerum. Zerum, bestel eens een Zerum, luisteren ze naar Frans Pollex. Ja. Zelfs dat gehad. Ja. Wat is ze voor liedje van de moed gekozen? Halt Mij Eens Vast. Waarom Halt Mij Eens Vast? Ja, dat is misschien ook een vreemde vraag, want iedereen vindt het natuurlijk een prachtig liedje. Daar hoeven we misschien wel iemand niet direct zo even te hebben. Maar waarom toch die keuze? Want het... Nou, ik vond het som... Ik kom tegen en ik dacht gelijk van die moet ik hebben. Want het is zo'n mooie vertaling van gevoelens van iemand verlezen, zeg maar, nou, welke emoties worden doorheen gehad als je dat meemaakt. En dat sprak mij gewoon heel erg aan. Heb ze zelf iets meegemaakt waar dat liedje voor dik een belangrijke betekenis heeft gehad? Ja. Of wilt ze het niet, die vraag? Liever niet? Nee. Dan halen we dat zo. Dan is de bühne voor dich. Halt Mij Eens Vast van Frans Pollex, maar dan door Marieke. Ja. De bühne is voor dich. Yes, dankjewel.
De kins wachten, de kins hopen, de kins doen het eigenlijk. Mijn gedachten, kins ze slopen, maar ik lig wakker op de hoek. Kijk orenlang naar hetzelfde rotbehang. Kuur alleen maar, dit is hulp van een tientje. Die slaapt dichterdoor. Maar wie langer, wie groeten de spier en alweer een volgend oor. Het is niet dat ik dit iets verwierd. Ik ben weken lang ten telkwiet. Houd ik eens vast en dan luidt ze mij pas. Als ik alles vergeet te belasten. En ben stil of zeg zaag het gemoed. Ik wil daar het mega opkomt. Ai, me gaan zing, zing zo leef dat ik denk aan het zingen alleen en in stem. En dan zweef ik zo mij op die leedje en dan draai me nooit meer. Alle joren, alles eigen cafés in Dublin, Gent en Toes. Alle wonen. Ik met de days en iedere harde voet. Die vul ik nog mijn leven door. Vergoot ik alles nog. Haal me eens vast in een lucht. Dat is mooi nummer. Als ik alles vergeet te belast. Lekker in de hoogte, hè? Sorry voor die vleide bloemenpleetjes die liggen op die kist. Ik hoor niet mij kwel even uit en laat ik van het leven. Al ik het pas in een lied en ik pas als ik alles vergeet te belast. En ben stil of zeg zaak het kan groot worden. Wat me heel erg ontroert. Ik herken mezelf ook wel een beetje in ding ik wie ik 18 was. Ze kennen het altijd heel mooi klein houden. Dat ligt natuurlijk ook altijd fijn bij haar stem. En de zus goed aan haar dat ze tekst van liedjes heel belangrijk vindt. En dat zus in de ganse uitvoering terug. Een supersterke melodie die ze gewoon niet meer uit de kop kreeg. Een mega rake tekst. En eigenlijk precies dat wat Marieke zei. Het gaat natuurlijk voor immers verleren. En ja. Die boodschap, dat komt zo hard binnen. Deze versie vond ik vooral gewoon heel mooi, omdat het akoestisch begint, heel klein. En dan pakken ze wat uit, maar alsjeblieft gewoon wel lekker bij zichzelf. Ik heb nu nog 4 keertjes. Dit is het spits afgebeten, dus ja, we gaan nu kijken. En
Weer zal ik hem vroegen en terug. Nee, heb ik Rikkie. Alsjeblieft. Och. Maar. Weerlijk. Nou. Weerlijk. Ik denk dat zeg het erom thuis. Ja, spelkast. Ja, ik zal maar hier vertellen, maar eigenlijk ben ik. Ja, familie van Hans Klok. Dus ik kan dingen eigenlijk gewoon heel goed sturen. Linda, ik stel hem nu een keertje terug, want niet als we daar gewoon nog eens voetelen. Nee, ik voetel niet. Dus hoe ben ik niet? Het echt kan zien. Dat ik het ben. Zichzelf te grazen gaat. Frans Pollux. Ja. Mooiste liedje. Waar is het al gezegd? Ja, dat was al vergeven. Dat was al vergeven. Had hij sticht dan uitgekozen? Venlo Storm. Venlo Storm. Ja. Het lied geschreven voor het evenement Venlo Storm. Ja. Wat heftig met dat lied? Is het een storm, hoor? Ja, misschien zullen mensen dat niet zo van mij verwachten, maar dat ben ik wel, ja. Ja. Letterlijk bij Venlo Storm of in het leven? In het leven denk ik wel. Ik heb al een soort vuur in me wat voor mij in dat liedje heel erg tot uiting komt. Ja, ja. Dus een rocker, zeg maar. Maar ja, dat is wel typisch, ik zeg, ik heb dat voor... Nee, maar daar is niks mis mee, hè. Maar ik zeg, ik heb dat virtueel. Als ik zeg, juist dat ik altijd... Ja, het kleine, het gitaar, de ingetogen liedjes, vind ik tenminste dat gevoel heb ik dan altijd. Ja, dat klopt. Dat viel ze goed. En dat is ook wat bij me past, denk ik. Maar ik had ook veel zoiets, laat ik ook eens een keer dat vuur en mech laten zien aan mensen. Want het zit er wel ergens. Nou, dat heet het huur, dat vuur. Dat werd stig. Wie vindt zich dat, Robert? Een paar mannen met Linda in de kleedkamer gehangen bij de Venus Revue. Nou... Er vlogen de pruiken af en toe door de kleedruimte heen. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, man, ik had ze echt oestbarstingen af en toe. Ja. Dus nou... Daar is toch zo'n temperament in, hè? Een temperament heet dat, kent het toesfront vroeger. Ja, ik ben wel een temperament. En is dat zal ik maar zeggen, iets van... of gewoon de latente drang dat het moet kloppen? Dat als iets duist, dat het goed moet zien? Ja, dat. Ja, dat is goed. Perfectionist. Ja, heel erg. Ja. Dat wil ik zeggen, dan maken we dit niet langer gek. Storm lekker naar de bühne. Ja. Ik blijf het maar proberen. Dan had ik het maar niet moeten beloven. Ik dreig alles te verleren. Het is beter als ik stop. Maar ik worst en kom boven. Ik ben van Wiet gekomen. Al 38 jaar. En ik heb het bis vandaag weten te redden. En al vallen duizend bommen, ik ren er tussendoor. Is er iemand die op mij durven redden? Boven weer de duister en stil. Kleine wind en fluister. Ik blijf maar proberen.
geven nog niet op. Dan had ik het maar niet moeten beloven. Ik dreig alles te verleren. Het is beter als ik stop. Maar ik worst en kom boven. Ik worst en kom boven. Ja, vet. Ik vond het gewoon echt, ik zat echt te swingen en ik dacht, lekker man. We zeiden het al voordat het ging zingen, van zit er wel veur in Linda. Nou ja, ik heb het meegemaakt, dat zei ik al. Het zit er echt wel in en het kwam er heel ook wel uit. Ik vond het echt zo stevig, powervrouw. Ik vond het echt geweldig om te zien. Wie vult het dan om even een rockje te zien? Ja, ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het echt... Ik geniet er gewoon, ik geniet er echt van. Ja, dat is te gek. Moet je zien. Ja, was het niet. Nee, maar de band. Niet normaal, jongens. Ja. Super gek. Gaaf. Wie gaan verder met de keertjes? Het is natuurlijk het wordt steeds spannender, want dan moet toch iemand het voor elkaar krijgen om niet zichzelf troe te vissen. En ik dicht nu alle wie, zei toe en dicht hem. Oh, dat drak leed hoerig. Een drak leed hoerig. Ik kies voor de middenweg gewoon. Kies voor de middenweg? Ja. Prima. Nee, serieus. Hij is zichzelf getrokken. Ik zei dat jongens, ik denk dat de mensen nu toe wel denken dat dit doorgestoken kaart is. Ja. Dat is wel een mooie woordspeling, hè? Ja, dat al wel. Nou ja, Tim, als het dan maar doorgestoken kaart is, dan is het maar zo. Hè. Ja. In ieder geval, ik ben wel aan de beurt. Ja. Wat is de muziek van Frans Pollux voor Tim Stoter? Heel veel. Frans Pollux is eigenlijk voor mij de man als het gaat om dialectmuziek. Ik heb vroeger in de auto stond altijd de Jokers CD bij ons op. Zo'n beetje van Sinterklaas tot en met de Vastelovend en het leven staat nog net iets langer. En ik had elk jaar wel één nummer dan op die CD, wat ik dan toch net iets mooier vond dan de rest. En toen, op een gegeven moment had ik beuk met alle blaadmuziek van alle Jokers nummers. En toen bleek eigenlijk dat al die nummers die ik altijd het mooiste vond, dat waren altijd de nummers geschreven door Frans Pollux. En dit is er einde van, gezongen door Annemarie Keleurs, het origineel. Venlo, de Gesmicht mij te pakken. Dat heeft ze oet gekozen? Ja, dat heb ik oet die... Waarom dat liedje? Omdat de tekst is mooi. Ik vind de tekst en de melodie sloeten heel mooi op elkaar aan. En het merkte eigenlijk, toen ik de tekst ging uitspreken, merkte ik eigenlijk dat ik in mijn intonatie in het spreken eigenlijk hetzelfde deed als wie de melodie is, wie ze hem zingt. En dat heet Frans Pollux met heel veel liedjes, vind ik. En dit is toch een hele goeie oet. Tekst en muziek is bij hem altijd een kloppend geheel. Ja, en dat is het moeilijkste van liedjes schrijven. Het is poëzie. Het is echt poëzie. Ja, maar de poëzie kan bij hem zo samen in de compositie en de woord. Dat is echt een grote kunst. Venlo, de Gesmig te pakken. Tim, zal ik tegen eens wat vertellen? Nou? De Gesmig te pakken, want de bühne is voor de... Nou, hey. Klinkt ergens in mijn ziel.
in haar klonengezicht. Duidt mij denken aan dich en aan wie je toen was. Dan vul aan mijn hart wie dat klopt. Ik heb nog tegen op dit gans mijn leven gezocht. Nu hield de muziek niet meer op. Sowieso een prachtig liedje, maar de versie die heel van dit gemak mag wel eigenlijk dus op wil stonden en lekker mee wil dansen. Dus lekker. Tim is echt een showman, hoor. Dat is wel als eerder tijd is, dat er zo lekker vrij. Ja, Vendo, die heeft mij te pakken. Dan moet ik toch vragen, Marika, wie is dat nou? Een meetje, het serum. Had Vendo dicht te pakken? Ja, zeker. En ik vond deze versie echt prachtig. Echt goed gedaan. Nice. Ja, nou ja, het origineel dat de Gesmich te pakken is volgens mij gewoon echt een ballad. En wat ze er nou van gedaan hebben, vond ik heel verrassend. Ik vind dat een heel mooi liedje. Maar nu Tim het zong, dacht ik, boah, nu gebeurt er iets. Dat is echt, ja, dat vond ik echt, echt ruig. Beetje, ik vond het beetje zomers. Ja, toch, lekker. Met cocktails of zo, dat is wel lekker. Een vibeje. Ja, is dat gevuld, een beetje Wikeli? Ja, een beetje. Ik durf bijna niet zeggen, maar... Met de vastgeloven naar Ibiza gewoon natuurlijk. Ja, ja, dat maakt de Tim Stoeter dan wel los natuurlijk. Ja. Wie waren het voor zichzelf? Ja, te gek. Heerlijk met deze band in zo'n... Want voor dit is natuurlijk sowieso wel speciaal, want deze band is natuurlijk de band ons tegen... Ja, regelmatig wil spelen, ja, ja. Is dat dan toch vertrouwd toeskomen? Ja, dit voelt altijd als vertrouwd toeskomen met... deze te gekke mannen te spelen hier natuurlijk, maar dat, ja, dat is altijd weer een feestje. Nou, te gek. Ja, we hebben er ook van genoten. En ja, ik heb nu nog twee keertjes. En ja. En ik heb echt sterk gevoeld, als ik Robert nu dit keertje tot het roer tot vissen, dan... Ja, dit ga je gewoon altijd zichzelf pakken. Is dat zo, hè? Ja, maar dat... Dus ik wil het toch Kelly doen. Ik heb nog gewoon. Ja? Ja. Fijn. Ik kon een casino in de ontwikkeling. Ik heb hier nog Robert Bouten even, dus laat dat even duidelijk zien. Maar, ja. Ja. Oh.
Zij is nou, trouwens ongelooflijk leuk op deze foto, Robert, dat moet ik wel zeggen. Oh, maar alleen op de foto? Dat is, ja, nou, dank je. Kelly, maar ja, Frans Pollux, de liedjes van Frans Pollux. Want ik zit hier natuurlijk, die is musical, zangeres, actrice. Ja. Ja. Prachtige dingen bezig, vaste lovensmuziek. Toch een deel van die... Van mijn jeugd? Van die jeugd. Wauw, ja, ja. Ik heb het als kind zeker meegekregen. En ook specifiek het nummer wat ik dadelijk ga brengen. Oké. Okay. Vind ik, we hadden het net even gehad, mijn gesvast, moeiste nummer. Ik twijfel een beetje over, want ik vind eigenlijk het nummer wat ik ga doen ook wel echt een nummer 1. Want dat vind ik ook heel erg mooi. Dan ken ik de dingen dat ze een ballade uitgekozen heeft. Dan gaan we het dan dadelijk over hebben. Maar vastelovensmuziek in algemeenheid. Hè? Wat heb ze dan nog? Omdat ze natuurlijk zo anders in het vak zit. Ja. Wat heeft ze dan mee? Is dat toch van dan door het mijn weetje stond? Nou, ik vind het wel lastig. Omdat ik eigenlijk altijd weg ben met vastelovens. Dus ik heb het al jaren na maar gevierd. Omdat ik elke keer of in een productie of op het cruiseschip ben. Dus ik kreeg het niet mee. Ja. Maar ik weet wel nog dat ik als kind ziende... Ben ik zelfs ook prinses geweest en dans Marietje geweest. Ja. Dus ik heb het echt wel meegekregen. En ik weet nog dat ik helemaal zo te dansen op disco samba en allemaal die... Ja, het is gewoon echt... Maar als het werk de G helpt, dan zullen ze het peksje aandoen en de stad inscheten. Zeker. Ja. Zeker. Wat heeft ze uitgekozen voor Leetje? Schild van de hemel. Oeh. Ja. Ja. Waarom dat stak? Ja, ik heb altijd kippenvel bij dat nummer. Echt altijd. Zodra de trompet begint... Ja, Uitswingel te pakken, want ik vind, ja, natuurlijk, het verhoor eromheen, dat is natuurlijk heel heftig en super mooi geschreven. De Scheld van de Hemel, gij dus over het overlijden van Glenn Corneille. Ja, ja, ja. Ja. Kei mooi nummer, kei mooi verhoor. Ja, heel heftige situatie natuurlijk. Maar ik heb gewoon elke keer echt kippenvel. En is het datgene wat er gebeurd is aan zich, of is het toch puur... Wat hij door geschreven heeft, de wat poëzie. Wat hij geschreven heeft. Ja, want ik weet nog dat ik, wat was ik, 10, 11, dat ik in de auto zo, dat ik voor de eerste keer dat nummer hoorde. Mm-hmm. En toen zo ik met mijn pap in de auto en ik zei, wow, dit is een mooi nummer. Terwijl ik luisterde nooit eigenlijk fanloze ballades, had ik nog nooit echt gehuurd. Ja. Toen zei pap, het gans verhoor eromheen wat er ging. En toen had ik het nog meer natuurlijk de brok in de keel. Maar een nummer zelf sprook me in eerste instantie heel erg aan. Het is wel mooi dat ze als kind van 10 en 11 jaar al met zo'n zware thematiek zo gegrepen kon spelen. Terwijl het ook weer ver van de gaaf stond. Ja, zeker. Prachtig om te huren. Schitterend nummer. Wie gaan er spitsen? De bühne is voor dich. Kelly. Ja. Succes. Dank je. Zoogjes is het smeltende asfalt. Remde auto's en vrachtwagens af. En ik dacht, als ik Donald hem vasthoud, toen witte vasthoud, is het misschien niet gebeurd. Geen krant, een artikel, geen. Het was zon en schatten van kinderen. Die hadden dansen op straat moeten zien. Maar sloeg nog de stad aan de winter. En neem eens weer zorgen, moest beuken of schreeuwen.
zwermen neer te doorgronden. Simpel net alles ook was. Want wie beschermt in de vrede van zonde en wet en wordt alle besporen terug aan. Is Remus, hallo, net Remus helaas. Het was wel behoorlijk heftig. Toen het zei dat het dit ging zingen, dacht ik, oké. En dan de manier waarop het heeft gebracht, ja, dat ontroerde me echt. Volgens mij zitten we allemaal met bepaalde emoties, maar ik zag bij dit de treuntjes wel diep in de ogen stonden. Nou, sowieso los van het feit dat het echt fantastisch mooi gezongen is. En ook met de band, en dat kwam al heel erg binnen. Maar toch ook weer een beetje het gevoel van toen, toch wel. Mm. Van de stille stad. Ja. En, ik was zelf dreed toen het gebeurde, dus ik heb dat niet bewust meegekregen. Maar dat was ook niet nodig om dit binnen te laten komen. Oh, ik zat er ook gewoon echt te janken op de bank. Ik vond het echt zo mooi. Ja, het pakt me gewoon echt op de een of andere manier. Zodra het inzet, dan ben ik echt even in een ganz andere wereld, liep wel. Maar wat ik heel bijzonder vind nu, is dat ze zus dat er toch weer een generatie is die dat gaat niet bewust heeft meegekregen. En ineens komen die ook weer in dit verhaal. En zo blief Glenn leven. Dat realiseerde ik me op dat moment heel sterk. Ik ben blij dat dit liedje er is. Daar ben ik Frans heel dankbaar voor. Je kunt toch iets mee qua verwerking. Van het einde muzikale wonder gaan we dan maar nog het volgende muzikale wonder. Ja, we hebben nog een einde te gaan. Ja. En als het goed is, zullen we het... Ja, nou ja, ik moet even... Rustig kijken. Ja, ik wil mijn eigen keertje trekken, want dat sticht dan. Maar... Ja, dat is tegenwoordig passen zelf op zo'n klein keertje, hè. Ja. Ah ja, ik pas erop. Ja, dat is het. Of is de cameraman nu naar achter gelopen? Nee, dat is niet. Oh jongens, ik weet niet of het nog lukt. Ja, de bisschen rollen. Ja, ik kom weer een beetje... Frans Pollux. Ja. We hebben al veel over hem gezag natuurlijk, maar... Ik ken hem al een jaar 24, zoiets dergelijks. Kwamen binnen bij Omroep Venlo. Ik ging Tilt presenteren. Ik ging toen weg. Ik maakte toen Tilt. En hele... Ja... Rustige, dus hyperintelligente, zeer adremme jonge man, toen al. En hij ging dat programma maken. En toen dachten we al van, moe,
dit zo wel eens wat kunnen weer op televisie na de titel. Ja, meteen ja, ja, ja. Hij had trouwens, en dat ging toen ook nog L1, waar ik toen al zoot. Toen hadden ze meteen moeten besloten dat hij de boetezitting had moeten presenteren en het LVK had moeten presenteren. Want dat is zo'n gigantisch presentatietalent, ook dat al. En zonder dat we dan over gaan zorgen dat neven de schoonheid lopen, maar dat duidt Frans niet, want dat zit niet in zijn karakter. Ik vind hem zelfs altijd te bescheiden. Het is een hele leven vriend. De hoeft elkaar niet in de mond te spreken, om het zo maar te zeggen. Maar als we elkaar zien, is het altijd ja, tof. Wat voor liedje is zoet gekozen? Kom hé. Ja, maar dat is een beetje dubbel, want ik zeg toen kom hé. En ik denk dat heel veel mensen misschien nu denken, kom hé, beide gaan niet. En dus op zich vind ik dat best zunt. Want dat is een liedje stik gezongen is, bij de eerste veer gezongen is, maar in het coronavaste loven. Ja. Ja, ja. En dat is eigenlijk best zunt, want doordat heeft dat nummer weinig ruimte gekregen. Toen je het wel een te gek, tenminste, was het een te gek nummer. Wat vind ik nog steeds van wel. Briljant gezongen, jullie zeggen. Oh, dankjewel. Daar wou ik zelf al niks over zeggen. Maar ik vind het nog steeds een te gek nummer. En ik kan niet wachten om dit te doen. Briljant gezongen en nummer op. Nee, maar ik doe het niet omdat Tim heen op zit of zo. Maar dit liedje verdient een kans. En dat liedje heeft te weinig de aandacht gekregen. Want normaal zoest ze op 80 tot 100 buns als ze gestolen, als ze tv-optredens gehad. Nummer op. En dat was er dus allemaal niet in dat jaar. Ja, op YouTube was de clip te zien. En ik wil alle mensen Geer vragen, als ik het gezongen heb dadelijk, surf meteen naar de versie van Tim. Want die is echt veel beter. En vergeet dat. Nee, echt serieus. Oh ja. Waarom zeg ik altijd Joost tegen mij belt? Dat tappen we van elkaar houden. Ook dat. Nee, maar dit nummer verdient het gewoon. Dus ik probeer het nu weer even een draai te geven. En dan moeten mensen vooral het nummer van Tim blijven draaien. Dan gaan we dat zo doen. Uw bijzondere staat. De bühne is voor dicht. Dank je. Kom heen. Dank je. Robert Bouten. Zet die kleppen aan de kant en kom heen. Geef mij allebei die hand. Ik ben vreemd. Dus dans met mij, want het is vanavond vastelovend. Dood in ogen toe de zuurs, dat het kind tegen ik wist dat het duurs toch begint. Nou, dans met mij, want het is vanavond vastelovend. Ik weet nog wie ik heet, vorig jaar. Ik zoe joek zich en dicht stond door. Had ik toen maar wat gezegd. En nu stroom ik weer door en dichtstijds heen. Het allerlaatste oor is oors voor B. Stel ik voor dat ik nou zag. Zet die kleppen aan de kant en kom heen. Geef mij allebei die hand, ik ben vreemd. No, dans met mij, want het is vanavond vastelovend. Doen die ogen toe de zuurs, dat het kind tegen ik wist dat het duister begint. No, dans met mij, want het is vanavond vastelovend. Ik zag het tegen dicht, maar niet hardop. En dicht lag lief nog mij in mijn kop. En des eigenlijk genoeg. Want zo verkumst ik bien en geknoei. Enkel schoen misschien hield het mooi. Met kastielen in de loop. Zet die kleppen aan de kant en kom mee. Geef mij allebei die hand, ik ben vrij. Nu dans met mij, want het is vanavond vastelovend. Dood in ogen toe de zuurs, dat het kind tegen ik wist dat het duister begint. Nu dans met mij, want het is vanavond.
was te loven. Zet de kleppen aan de kant en kom mee. Geef me allebei die hand. Ik ben vrij. Dus dans met me, want het is geloven. Het was te loven. Dood in open toe de zuus. Der het kind tegen ik wist en het duister begint. Dans met me, want het is geloven. Vaste lovend, is verlovend, vaste lovend, is verlovend, vaste lovend. Maar ik vind het altijd heel grappig, want als dit soort jazzy-achtige stukken zing. Op een of andere manier werkt dat bij hem. Ik kon zo nummer niet, maar ik kon sowieso ook de Tim VS nog even luisteren. Maar ik vond het echt leuk. Lekker swingen. Yep. Ja, beter dan het origineel, Robert. Nou, hou op, joh. Ja, het is heerlijk om dat zo vanuit de andere kant dus te zien. En ik bleef het zelf een heerlijk nummer vinden. En superleuk dat Robert dat gedaan heeft. Echt te gek. De zus was als iemand blie is, dus ze denkt van een blie, het zo. Maar als Robert blie is, dan kan ze ook overrijk blie voor Robert zien. En dat vind ik heerlijk. Ja, ik kon ze niet. Nee. Sorry, maar ik kon ze niet, maar ik vind het heerlijk. Ik bedoel, we moeten het ook in dit programma. Ja. Zodat ik denk dat er meer mensen zien die het niet... Ik snap wat ze bedoelt. Ik denk dat het een hele toffe keuze is. Ik heb een hele lekkere verrassing voor. Oh. Want we kroepen nu wel echt richting het eind, want het laatste keertje. Nee, kijk. Nee, we zien nu. Wat dachten we hiervan, jongens? Hey. Kijk, hè, als we dan toch maar. Zo, want ja, goed, dan kijken we een beetje truc. En wat vonden we ervan, Linda? Ja, nou, En zo bleef het nog lang gezellig. Volgende week zing nog eens deel 2. Dat gans in de tijkenstijd van Giel Aarts. Wie is dan? Mooier dan de mooiste bloemenpracht. Jij de korte heite zomer in een ozen liggen ziet. Mensen, zo lekker met de vastelovend vind ik het altijd zo leuk als het met een groep is. Dus stij samen en eind kunt er een leedje verbinden. Dan ga je de ganse groep, ga je samen zingen, ga je samen dansen. En dat gebeurt bij dit liedje. Ai, 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 ai,
De samba, olé!